Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. In deze aflevering gaan we naar het tweede level van de Special Worlds. We zijn er eindelijk. Oeh, we moeten tegen een kosmische Mario. Dat betekent volgens mij dat je gewoon achtervolgd wordt voor alles waar jij loopt. Als ik het goed heb onthouden van de laatste keer dat ik dit speelde. En dat is op zich niet erg, alleen bij die coins kan dat wel eens lastig zijn. Kut. Kijk, nu moest ik alweer haasten en daardoor ging dit alweer helemaal fout. Oké, hier zat dus niks. Dat had ik verwacht. We worden groter omdat we een checkpoint hebben. Oké. Nog geen big coin gemist. Oh. Die liggen dan redelijk in het zicht. Kijk, hier heb je er een. Waar moet ik heen? Oh. Lekker leveltje dit zeg, jezus. Kut. Oké, hij is dood. Die kunnen nog best lastig gaan worden hoor. Want ik weet dat die er meerdere in zitten, die kosmische. Cosmic Mario's. Maar we hebben weer een level 100% gecompleteerd op de eerste turn. Dus dat is wel mooi. Eerste mogelijkheid. Even kijken wat hier binnen te grijpen is. Nou, dat is op zich wel fijn, want dan kunnen we dit blaadje kunnen we weer benchen. Dat is altijd fijn. We mogen gaan schieten over. Kijk. Ik vind alleen dat we te veel geïngezoomd zijn, waardoor ik dus dingen zoals coins niet kan vinden. Als we nu een gemist hebben, komt het door de inzoomen in ieder geval. Is hier nog iets interessants? Zo te zien niet. Hier moet wel iets zijn. Oh.
Sorry hoor, ik ben blij aan het zoeken, want ik vertrouw het gewoon niet dat er nog geen coins zijn tegengekomen. Dat kan toch niet? Daar zal het einde zijn. Ook niks aan. Ja. Ja. Oké, dat is interessant, maar. Zou ik hier in het water kunnen? Daar kan je niet in. Blijf. Ah, nou daar is de eerste coin al. Die we al gemist hadden. Nou, was best een goed schot. Kijk. Dat ik hier nog naar een coin moet schieten. Nee, zo te zien is het echt gewoon een kwestie van. Oké. Hier links zie ik wel iets. De volgende coin, nice. Ik denk oprecht dat de uitdaging ook zit in het goed schieten van die kanonnen. Ja, ik zag de laatste coin al. Oké. Dus vanaf de volgende. Oké. Ja. Deze kan best wel wat lastiger zijn. Raak ik hem een paar keer overheen? Ja, ik raak hem. Gelukkig. Nice. Goed, dan is de kwestie van springen. Nice. Complete. Wahoo! Weer een level gecomplete. Nice. Oh.
Oeh, kijk. De eerste kom. Ze zitten echt veel sneakier. Kut. Krijg ik van hem? Nee, ik hoop dat ik van hem die power-up krijg. Altijd wordt een onderzoeker. Oh, die volgt mij, dat wist ik niet. Kut. Niks aan de hand. Ah, dat werkt dus ook niet. Ik dacht ik krijg een grotere sprong van, maar dat is niet zo. Nog een keer. Dat is een kutsprong, zeg. Dat is zo'n gevoel. Kut, er zit nog een beest. Die is dichterbij nu? Ja. Gelukkig. Nice, gecomplete. Weer in één keer. De special levels, even afkloppen, gaan tot nu toe erg goed. Maar ik weet dat er hele moeilijke aankomen, dus... Het is natuurlijk pas Special World 1, hè? Nou, deze is altijd gratis. Deze kunnen wij zeker kopen, want wij zijn de Coin Masters. Cute. Moeha, moeha, moeha. Oh, luigi. Oh, dit is zo'n tijdlevel. Dat is wel vet. Als het allemaal een beetje meewerkt. Dat was de tweede. Zie je, we hebben dus al een coin gemist. Zo snel gaat dat. Met tijdlevels. Omdat je zo aan het rushen bent. Kut. Ja.
Hé, hey, daar is wel een coin. Dus... Ja. Heb ik in ieder geval drie van de... Twee van de drie coins. Ja. Dry Bowser. Kijk. We hebben luigie. We hebben vrijheid. Alleen moeten we dus die eerste coin nog zien te vinden. En dan moeten we dit level opnieuw. Dat weet je. Ik heb luigie. Ik heb luigie bevrijd. Nu kunnen we ook Luigi zijn, alleen ik hou erg van Luigi en ik ben het liefst altijd Luigi, maar Luigi is zo'n uitglij meneer, weet je wel, en dat is gewoon niet handig. Oké, deze gaat puur om die eerste coin. Hier is hij. Wauw, dat ik die gemist heb. Oké, nou. De steen laten vallen. Kom maar op. Ja. Ja, kom Dry Bowser weer. Boos zijn. Ben maar boos, Dry Bowser. Dat mag allemaal. Niet verwacht dat ik hem zou raken. Nu kan het zomaar een probleem. Zomaar een probleem gaan worden. Dat. Het kan zomaar een probleem gaan worden dat ik straks geen gouden vlaggen meer meteen kan halen. Dat ik dus weer mezelf moet gaan. Bevoorraden met van die blaadjes van die Tanuki Soothings, zoals Sander dat zou zeggen. Wow. Oké, we zijn bij wereld 2. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Super Mario 3D Land. Adios, amigos!